Naast mij hier in de vensterbank heb ik Bob Blinkhoff. En die heeft een dichtbundel gemaakt. Het is gelukkig niet bevolkt vandaag. Ik ga het even laten zien. Het is gelukkig niet bevolkt vandaag. Kan ik aan deze kant ook hier laten zien. Zo. Dat is het leuke ook. Want ik heb de vingercamera, die heb ik thuis gelaten. Ben ik vergeten, wat kutwijf ben ik toch. Maar, en je bent ook onderwijsadviseur in Den Haag. Ja, dat klopt. Bij SPPOH, dus dat is een samenwerkingsverband voor passend onderwijs. Oh ja. Ja. En wat een prachtig Colbert. Ja, bedankt. Ja. En een mooi overhemd ook. En een mooie... Oorspronkelijk is dit een veiligheidsspel. Ja, dat klopt. Ja. Maar dat is nu modern. En hoe kom je daaraan? Ja, gewoon bij de Bijenkorf. Maar, ja, nee, maar ik heb wel eens opgehad en toen zei iedereen van... ben jij van de Jehovah getuige? Want die lopen natuurlijk ook altijd met een dicht boordje. Dus, maar goed, dat is die zo. Ja. Maar niet met een veiligheidsspel. Nee, dat niet. Wanneer ben je dichter geworden eigenlijk? Nou, ik denk dat op de dag van vandaag niet. Hè? Dus, nee? Nee, ja. Ik zie het nog steeds als een heel leuk iets. En ook als een soort toevallige vergissing. En ik ben wel heel blij met de bundel hoor, daar niet van. Ja. Maar ik vind altijd, als mensen zo zeggen van, oh dichter, dit en dat. En dan denk ik, ja, dat is natuurlijk wel mooi als je dichter bent. Maar ik zelf vind dat ik maar een beetje loop te rommelen. En ja, dat is reclametechnisch, heb ik net begrepen, helemaal niet goed om te zeggen. Maar ik denk van, ik weet niks van een haiku of van interessantigheid. Het zijn gewoon wat gedachten die ik heb en die ik op papier heb gezet. Maar op welk moment kreeg je de neiging dan om het op papier te zetten? Dus de gedachtes en de... Nou, het is begonnen wel in een periode dat ik echt dacht van... Hoe moet dit verder met mijn leven? Met veel worstelingen op het liefdesgebied vooral. Oh. En ik denk van, dat zijn toch dingen die een enorme stimulans zijn om tot kunstzinnige uitingen te komen misschien. En wat voor worstelingen waren het dan? Nou, vooral heel erg verliefd zijn hè, op iemand. En het niet beantwoord zien worden of beetje bij beetje beantwoord zien worden. Of, nou kortom, dat is natuurlijk enorm spannend. Maar hoe lang is dat geleden dan dat je enorm verliefd was? Gelukkig komen er iedere keer weer nieuwe, hè? Ja, maar even, dus, gewoon even de diepte in. Ja, van, nee, precies. Maar je nee, echt het, tegen het huilen aan zat. Oh, god. Je praat er makkelijk over. Ja. Nee, maar als je, dus je kijk, kan dat... niet makkelijk... Ik heb zo'n neiging om steeds om je aan te zitten. Maar dat mag je ook niet. Want voor je het weet zit je in een MeToo-affaire. Ja. Maar, zie je zo. Maar op welk moment kreeg je... Had je echt dat je liever niet beantwoord werd dan? Nou, dat ik dit schreef was, dat is ondertussen 4 jaar geleden. En in die periode zijn deze gedichtjes ontstaan. Op een hele leuke moslimjongen. Ja. Dus dat is geen fijne... combi natuurlijk, hè? Maar waarom niet dan? Omdat hij niet uit de kast was? Nee, omdat hij misschien ook helemaal geen homo was. Snap je wat ik bedoel? Dus dat is een worsteling. Tijdens een project dat ik deed. Wat voor project was het dan? In Indonesië. Oh, Indonesië. Ja. En dat klikte meteen met hem? Ja. Ja. Mag ik even, ik vind het zo ongemakkelijk, sorry, ik vind het eigenlijk een beetje ongemakkelijk, omdat ik wil eigenlijk alles eerlijk vertellen, maar ik wil hem ook weer niet in verlegenheid brengen. Snap je wat ik bedoel? Nee, wat leuk dat je mij nu ook zo meepakt. Dat is het voordeel, als je de diepte ingaat, dat je dan, maar die wanhoop eigenlijk, hè? Nu hebben we het er verder niet meer over, nee, goed zo. Maar die wanhoop, dat resulteerde dus wel in kunst. Ja, ja. En heb je een gedicht wat ik dan voor kan dragen, wat een beetje over die wanhoop gaat? Ja. Het is eigenlijk allemaal op zoek naar hoe ga je om met lastigheid en ook hoe kies je uiteindelijk toch voor jezelf? Hè? Ja. Want dat is waar het eigenlijk om moet gaan. En ja, ik denk gevoelens kunnen heel diep zijn. Ook heel beangstigend. Uiteindelijk hoe het leven ook loopt. Je kan zeggen, ik heb er niet vrede mee. Hè?
Het is voorbij, het is uitgesproken, ieder ging ons weegs. En dat is ook mooi. En in de periode van dat zoeken en ook tot dat inzicht komen, dat je denkt, oké, blijf ik hierin doorgaan? Moet ik een ander het aandoen? Moet ik het mezelf aandoen? Is het goed om te zeggen van, stop en ik ga ook weer door. En daar gaat dit gedichtje over. Ik ga echt mijn best doen, hoor. Posities. Ik dacht dat ik je missen zou. Dat ik zou sterven van verdriet. Maar wat is het mooie nou? Je bent weg en ik mis je niet. Ik mis niet onze ruzies vol van pijn. Mis niet het gevoel dat je nooit de mijne zult zijn. Mis zelfs niet het verlangen. Mis niet de zachtheid van je mond. Het kan er maar niet in blijven hangen dat ik jou een lieverd vond. Mis jij dat wel, dat er iemand zo gek op je is? Mis jij het gevoel dat ik je zo mis? Als dat zo is, is het goed. Wisselen onze posities. Is het eindelijk over en voorbij? Omdat jij dan weet hoe het anders is. Als ik wel bij jou hoor, maar jij niet meer bij mij. Nou, mooi. Dat is wel... Heb ik fouten gemaakt in het Nee, prachtig, ja. Ik ben er bijna helemaal stil van. Ja, ikzelf. Het ontroert mij ook. Dat is... het mooie is, vind ik, dat het helder proza, heldere poëzie is eigenlijk. Dat je precies weet waar het over gaat, ja. Eigenlijk. Ik hoop het, hè. Kijk, en nu zitten we de achtergrond te vertellen. Maar bijvoorbeeld een vriendin van me, die had ik dat gedichtje voorgelezen, zegt, wil je het naar me opsturen? En die had het opgeprikt op een prikbord. En die zei, iedere dag kijk ik ernaar. Die had weer een heel ander verhaal waar ze mee worstelde. En ik denk van, dat vind ik mooi. Ook al is het één iemand dat geholpen heeft. Ja. En nu wordt het een beetje naar de zwaarte getild. Maar ik denk, het is op zich ook een heel licht en een soort vrolijk gedicht van we groeien, bloeien en we snoeien. Ja, dan zou ik het dan nog een keer doen en dan vrolijk. Ja, zullen we dat doen? Ja. Ik dacht dat ik je missen zou, dat ik zou sterven van verdriet. Maar wat is het mooie nou? Je bent weg en ik mis je niet. Ik mis niet onze ruzies vol pijn. Mis niet het gevoel dat je nooit de mijne zult zijn. Mis zelfs niet het verlangen. Mis niet de zachtheid van je mond. Het kan er maar niet in blijven hangen dat ik jou het lieverd vond. Mis jij dat wel, dat er iemand zo gek op je is? Mis jij het gevoel dat ik je zo mis? Als dat zo is, is het goed. Wisselen onze posities. Het is eindelijk over en voorbij. Omdat jij dan weet hoe het anders is. Als ik wel bij jou hoor, maar jij niet meer bij mij. Nou is het lekker optimistisch. Ja. Maar wat leuk dat je dan een gedicht op twee manieren kan interpreteren eigenlijk. Ja. Ja, en dit was toen ik het zelf schreef, zoiets van, de vrijheid. Je gaat soms situaties in dat je denkt, wat erg, weet je wat, zal me confronteren en ik zal er bang van worden. En uiteindelijk vond ik op zo'n moment toen een nieuwe liefde. Die is ook niet gebleven, maar zo kan het leven lopen. Dat je dan denkt, yes, en dan heb je zo'n soort eureka'tje. En ik denk ook vaak dat geluk ook heel erg in het verlangen zit. Dus soms is... die fantasie en dat soort hunkeren of een beetje dichtbij komen en dan weer net niet, is nog veel mooier dan... Sorry, lieverd. Maar dat is soms nog mooier of spannender dan het bezitten zelf. Ja, en je zegt nu sorry tegen je vriend. Ja. Eigenlijk omdat je niet meer hoeft te verlangen, want je hebt hem. Ja, nee, kijk. Ja, en, het is, ja. Ja, nee, maar daarom zeg ik ook, laten we af en toe wat afstand nemen van elkaar. Zodat het verlangen weer een plek kan krijgen. Ja, wat mooi. Wat zeg je dat mooi. En waar heb je naar verlangen dan? Ja, gewoon naar elkaar of elkaar weer zien. Of, het is... Maar mag je ook, terwijl je met je vriend bent, ook verlangen hebben naar een ander?
Ja, dat denk ik wel. Hij wel in ieder geval. Ik weet niet dat, ik weet dat hij er misschien wel anders over denkt bij mij. Maar ik denk, je hebt soms gewoon van die gedachten en van die gevoelens. Het is ook niet verkeerd. Nee, nee, maar dat is de vrijheid van denken. Ja. Wat je hebt. En in sommige situaties, in sommige echtparen, die gunnen elkaar niet de vrijheid van denken. Nee. Of de vrijheid van verlangen. Nee. Maar goed, dat moet voor je eigen gedachten natuurlijk niet uitmaken of de ander jou daarin belemmert of niet belemmert, denk ik. Nee. Dat is de ware vrijheid. Ja. Ja, ja, maar het is wel fijn als de ander daarvan op de hoogte is natuurlijk. Ja. Dat je dat wel met elkaar kan bespreken, zolang het niet bedreigend is. Want het kan natuurlijk ook op een gegeven moment zijn, terwijl je met je vriend bent, dat het verlangen zo hevig wordt, dat dat verlangen overgaat in praktisch handelen. Ja, precies. Mm. Ja, maar zou je het dan niet juist moeten vertellen? Ja, tuurlijk. Ik denk, als het niet bedreigend is, dan hou je gewoon lekker het voor je. Maar op het moment dat je wel denkt van, oeh, dit zou een bedreiging kunnen worden. Of ik zit hier nou wel heel erg mee. Ik denk dat dat juist het moment is om het toch op tafel te gooien. Ja, natuurlijk. Dat is ook goed. En dan moet een verhouding ook tegen bestand zijn. Ja. En zou je zelf ook nog een gedicht voor willen lezen? Ja, zeker. Ja, en het is te kopen bij bol.com. Hè? Ja. Daar kun je het bestellen, de dichtbundel. Ja. En je steunt dan ook, want hoe oud ben je? 29. Dan steun je ook toch nog een jonge twintiger. Nou, gelukkig. Het is hard nodig. Nee hoor. Ja. En zie je tegen de 30 op, dat je 30 wordt? Ja. Nou, ik zag ook erg tegen de vingercamera op, want ik heb het wel eens gezien. Ik denk, oh, dus heb ik hier weer puisten en zo. En ik, oh, ik wil bijna 30, houd dit een keer op. Dus wat dat betreft is het misschien nog een uiting van mijn jong zijn. Ja, het is ook wel goed dat ik de vingercamera vergeten nou, ben. Nou, gelukkig maar. Maar je hebt helemaal geen puisten. Nee, het valt niet, misschien dat het meevalt. Ja, het valt enorm mee. Allemaal angst van binnen, hè? Heel klein. Ja, vreselijk, joh. Nee, maar dat is zo subtiel. Bovendien is het ook charmant als je nog op je 29ste... Wat vriendelijke puistjes. Gelukkig. Ja, dat is helemaal niet erg. Oké, deze heet Vrije Tijdsbesteding. Wat lijkt het me heerlijk. Naakt op de bank, poes op schoot. Maar ik draag een pyjama en mijn poes die is dood. Ach. Kijk, en ik weet niet, ja, kan de camera wat zien? Ja. Die foto's die zijn zo ontzettend geestig, vind ik persoonlijk. Die zijn gemaakt door Odo Vessels. Laat ik deze laten zien. Een beetje meer naar rechts zie ik dat. Oh, een beetje, ja. Zo. Dit is mijn moeder. Maar, leuk, maar dat is zo licht ze normaal. Nou, eigenlijk niet, maar ja, ze heeft het boek op de neus van 50 tinten grijs. Maar helaas is dat dan een klein beetje te onzichtbaar. Oh ja. Ja. God, wat lijkt het me heerlijk. Naakt op de bank, poes op schoot. Maar ik draag een pyjama en mijn poes, die is dood. Nou, mooi. Nou, doen we tenslotte nog een gedicht? Ja, zullen we dat doen? Ja. Zullen we het titelgedicht samen doen? Ja, dat is leuk. Ja, leuk. Nou. Doen we hem om? Hoe gaan we dat doen? Stukje voor stukje? Ja, dat is leuk. Samen, ja, hè? Samen. Volgens mij, als je dit heel vaak zegt, dan is het meditatief. Tenminste, ja. Dat hoop ik. Zo samen, ja? Beetpak ook zo. Heerlijk, heerlijk. De lamp kapot, een donkere kamer. Het is gelukkig niet bewolkt vandaag. Ik ben verrot door de man met de hamer. Het is gelukkig niet bewolkt vandaag. Goudvis verdronken. Toets weer niet gehaald. Het is gelukkig niet bewolkt vandaag. Ik word grijs, mors koffie over mijn broek, stinkt de hele dag. Het is gelukkig niet bewolkt vandaag. Ga je met me mee? Fietsen naar de duinen? Misschien rijden we in zee. Blijven daar naar de liefde struinen. Het is gelukkig niet bewolkt vandaag. Weet je waar ik zin in heb? Al mijn rotzooi te verkopen. Alle narigheid uit mijn verleden. Alles in de aanbieding. Het is gelukkig niet bewolkt vandaag. Oh, dan heb ik heel snel wat meer te besteden. Het is gelukkig niet bewolkt vandaag. Ik heb stress. Ren van het een naar het ander. Een leven van ren je rot. Het is gelukkig niet bewolkt vandaag. Geen drank meer in de fles. En ook geen appelsap. Of melk. Of water uit de kraan. Het is gelukkig niet bewolkt vandaag.
De kinderen luisteren niet. Ik zou ze willen meppen. Kijk, even weg. Het is gelukkig niet bewolkt vandaag. Al die mensen die over ons in zitten te kleppen. Het is gelukkig niet bewolkt vandaag. Toch door. Het is gelukkig niet bewolkt. Ja, dat is twee keer die. Oh ja. Ja, ja, ja. Kijk naar de zonzijde. Ook al wacht er straks een regenbui. Benoem eens de positieve dingen van de afgelopen tijden. Stap met je dikke buik naar buiten zonder trui. Leef! Doe gek! Ga uit je dak! Doe iets onverwachts, mens! Wees nog eens niet naïef of goedgelovig als een kind. Probeer eens te doen als een vogel die zichzelf neer weet te leggen op de wind. Vergeef jezelf, ook als het niet lukt. Oefen het gewoon nog een keer. Als je leert, iedereen heeft tegenslagen. En dat is toch ook niet verkeerd? Want het leven is niet wachten tot de storm gaat liggen. Je kunt er pas echt goed tegen als het buiten flink bewolkt is. En je weet hoe je moet dansen in de regen. Nou, mooi. Nou. Maak je kussen. Zo. Ja, wat een mooie bundel. En dus bij bol.com, het is gelukkig niet bewolkt vandaag, van Bob Blinkhoff. Steun de jeugdige dichter, steun kwaliteit en steun cultuur. En de volgende keer heb ik weer iemand anders, waarschijnlijk ook op kunstgebied, in mijn vensterbank. Dank u wel voor uw aandacht.